Nou, het is elk jaar een beetje afwachten wat we halen, maar we hebben zo'n 20, 25, 30 kilo honing per jaar. En voor 1 kilo honing, of eigenlijk voor een halve kilo honing, vliegt 1 bij 60.000 vlieguren. Dus moet je nagaan. Er wordt hier keihard gewerkt. Nou, eens even proeven hoe het smaakt. Ja, die smaakt goed. Dat heb ik al gedaan. Dit is de verse binnenhofhoning. En die smaakt een beetje fris, een beetje mintachtig. En dat komt door alle lindenbomen die hier rondom het binnenhof staan. We hebben er hier 3 op het binnenhof staan. En die hele lange en korte voorhout staat vol met lindenbomen. Ze steken niet omdat het een redelijk raszuiver volk is en dan zijn ze per definitie zijn ze niet zo agressief. Ik ben af en toe wel eens geprikt, maar dan komt dat meestal omdat je zelf niet heel voorzichtig bent. Omdat je ze dan per ongeluk klem duwt of iets dergelijks. En dan zitten ze in de stress en dan prikken ze wel. Maar dat is, eigenlijk is het altijd je eigen schuld, omdat je niet voorzichtig of rustig genoeg bent. Dit is een beetje honing, dit is dichte broed. Er zitten larvies in en dat is al afgesloten. En als je hier kijkt, zie je allemaal celletjes. En als je heel goed kijkt, zie je er misschien ook nog larvies en kleine witte puntjes in zitten. En dat zijn de eitjes. Hier worden er ook 2 geboren, zie je. Er worden 2 jonge bijtjes, die komen niet uit. Er gaat nu wat rook in de kast. Tabak. Dat vinden ze niet fijn en je ziet ze dan ook naar binnen duiken.